Welkom in Budel bij de Spinning Marathon voor het goede doel. We hebben vandaag een dikke 200 deelnemers. Die komen hier fietsen in een zaal, zoals je hoort, met heel veel muziek. Met heel veel actie om geld in te zamelen voor het Toon Hermanshuis. Het Toon Hermanshuis is een huis waar mensen terechtkomen die te maken krijgen met kanker. Dus dat kun jij zelf zijn als je kanker krijgt. Maar dat kan ook zijn als bijvoorbeeld je partner of je kind of je vader of moeder kanker krijgt. Kanker is iets waar iedereen mee in aanraking kan komen en vast al wel eens meegemaakt heb, dus ja, daarom. Ik persoonlijk ook? Ja, mijn moeder en mijn zwager, dus genoeg. Even is het genoeg. Het is gewoon een geweldig evenement. 4 uur lekker fietsen en leuke entertainment. En natuurlijk ook voor je eigen inspanning. Hè. Het is gewoon heel leuk om 4 uur weer vol te gaan. Ik doe eigenlijk al mee zolang FitLife dit organiseert. En dit jaar speciaal omdat mijn ouders zijn overleden. Aan kanker. Dus het is heel dichtbij voor u? Heel dichtbij. In anderhalve maand tijd zijn ze allebei overleden. Kijk, kanker is nog steeds dodelijk. En het streven is natuurlijk dat kanker straks een chronische ziekte wordt. Want kanker overwint ons nog steeds, maar wij willen dat wij kanker gaan overwinnen. Ja, toch wel. Nog geen spierpijn? Nee, nog niet. Morgen misschien. Je bent vandaag in het Kielengat. En hier in de Grote Kerk, de huiskamer van Breda wel genoemd, is de oelendienst vandaag. Ik ben Baron van het Ginnik en alle hoogheden uit Breda en omstreken zijn uitgenodigd. Wij komen vandaag met de kapel onder andere muziek maken in de oelendienst. Ik kom hier naar de oelendienst omdat ik de hofnar van Breda ben. Dit is, dat weet ik niet, 25ste keer. Ik ben Prins Daan van het Kielengat en welkom bij de oelendienst. Ik ben in ieder geval trots dat ik de opvolger mag zijn van diaken René de Weert. Het thema van dit jaar is Carnaval. Carnaval zit in mijn leven. Top, fantastisch. Ja, echt ging door merg en been. Dat is heerlijk. Zo welgemeend en zo mooi. Wat mogen wij met z'n allen hier trots zijn. En dan nu de Zinderend Zuiden agendatips voor komend weekend. Van vrijdag tot en met zondag Tuinidee 2017. Het grootste tuinevent van Nederland. Alle dagen van 10 tot 6, maar op vrijdag zelfs tot 9 uur 's avonds. In de Brabanthallen in Den Bosch. Skaters van alle leeftijden en van amateurs tot profs komen vrijdag en zaterdag in actie tijdens de Winterclash in Eindhoven. Naast wedstrijden is er ook een skatecultuurfeest met diverse artiesten. En in Tilburg zondag van 1 tot 6 het Factorium Festival. Een afwisselend programma voor het hele gezin met optredens, voorstellingen en workshops. Wil jij ook jouw evenement in Zinderend Zuiden? Mail naar evenementen@omroepbrabant.nl.